Toen het thuis niet van Twente kon winnen, mist drie verdedigers Ooyer, Van Hoogdalem en Luipers. Huub Stevens heeft daardoor noodgedwongen veel aanvallers in zijn elftal. Babangida, Graaf, Roelofsen en Vurens. Twente mist Juri Petrov. De Rus heeft griep. Trainer Ten Donkelaar speelt met drie spitsen. Brugink, Mols en Ter Avest. De laatste, Ter Avest dus, speelde net als Boerenbach in het verleden voor Roda. Brugink. Boerenbach niet, Dominic wel. Gestrekt been. Van Rende laat doorgaan. Vurens, goed van de bal afgespeeld door Elsinga. Uitstekend verdedigd. Zenden. Tenkaat. Graaf. Babangida. Lanceert zichzelf. Ayupov. Zenden. Boerenbach springt Dominic in de rug. Hoogma doet ook nog mee. Vrij trap snel genomen van Roda. Dat is slim. Kans voor Van der Leur. Durft hij zelf? Nee. Oh, Elsinga op corner. En wordt bedankt door Bosker. De kok kopt. Roelofsen. Babangida staat scherp. Het woord zenden. Die maakt het zichzelf moeilijk daar in het midden. Maar zo lost Roda het op. Via Babangida. Van der Leur. En Babangida weg achter Ayupov. Dat zijn leuke duels tussen die twee. Van Halst. Van der Leur. Babangida weer. Hoogma doorziet de Roda-plannen. Dominic. En dan kan Twente eruit met Hoogma zelf. Dan moet Vurens terugsprinten, want Twente heeft een man meer situatie met Brugink. Legt die bal klaar voor Mols, maar die mist. Wat een kans zeg. Voor Michael Mols. De kok. Stevens denkt dat hij beter kan ingooien, maar zegt er daarop attent. En Achterberg zegt, jongen kijk uit, anders ga je naar de tribune. Ah, dit is een leuk spel. Dus een echte voetbalheren. En Van der Ende begrijpt het. Dit is humor. Dominic, goede crossbal op Roelofsen. Zenden. Hoogma. Minuut of zeven nog. Bosker. Dominic. Van der Leur. De druk van Roda neemt toe. Echte kansen zijn er niet. Deze misschien van Graaf. Goeie kopbal hoor. Van het kleine manneke. Goeie voorzet ook van Van der Leur. Maar heel goed gesprongen van Graaf. Minuut of 3-0 in een saaie eerste helft. Tenkaat, Babangida. Van der Leur. Over zijn eigen doel gekopt door Bosveld. Van der Leur. Daar is Roelofsen. Bosker zit ernaast. Van Hals kopt de bal uit doel. Spektakel dan toch nog in de laatste minuten van de eerste helft. Bosker zit ernaast. Van Hals past op de Twentse winkel. De kok maakt ruimte voor Vurens. Elsinga verdedigt. Roda met Hesp. Vurens. Roelofsen. Babangida, die sterk begon. Maar daarna een goede tegenstand ondervond van Ayupov. Daar is de kopstoot van Roelofsen. Een goed begin van de tweede helft.
Vrije trap voor buitenspel. Senden richting Graaf. Babangida probeert binnendoor bij Ayupov. Maar wordt door de Rus onder het gras gestopt. Van der Leur nu zelf. Maar ook hij raakt de muur, net als Roelofsen in de eerste helft. Trost. Helsinga opgejaagd door de kop. Van der Ende vindt het een zwaluw. Geen strafschop derhalve. De kop vindt uiteraard van wel. En ruziet nog wat met Boerenbach. En Van der Ende geeft de kok een gele kaart. Dit is het moment. Helsinga, de kok. Geen strafschop. Dit is Barry van Galen, die de ziekte van Pfeiffer achter de rug heeft. En straks waarschijnlijk nog een minuut of 20 mee mag doen. Van Halst. Ruimte nu voor Roda. Hoewel Twente weer voldoende mensen achter de bal heeft. Hesp. Graaf krijgt een tik van Hoogma. Randstrafschopgebied. Bosker pakt de eerste paal. Nee, gaat u toch weer midden in doel staan. De vrije trap van Van der Leur. Recht op de keeper. Die dus op de goede plek stond. Een lekkere sweeper van Van der Leur. Over de muur op de vuisten van Bosker. Binnen het kwartcirkeltje, dat weet Van der Leur ook. Altijd even proberen. Daar is Hesp, daar is de kok en daar is Bosker met zijn rechterhand. Van der Leur. Barry van Galen, dit seizoen nog niet in actie gekomen. Hersteld van een ziekte. Krijgt nog speeltijd. Danny Hesp gaat eraf. En die speeltijd bedraagt 22 minuten. Van belang met de Europa Cup wedstrijd. In het vooruitzicht tegen Ljubljana komende dinsdag. Boerenbach, Brugink, goede controle. Ten Kaat. Mooi strak schot. Theo Ten Kaat. Vurens. Dominique. Graaf kan. Is goed ineens geschoten ook. Boerenbach. Ter Avest. Corner Twente. Boerenbach. Roelofsen weer corner. Boerenbach neemt de tijd met nog 8 minuten op de klok. Hij is tevreden met een punt hier. Krijgt nog een kans. Mos, goed. Hesp ook. Ten Kaat. Van der Leur. Babangida. Dat is goed. Graaf. Links komt Van Galen mee. Die wenkt dat hij de bal wil. Maar die krijgt hem niet. Hoogma. Babangida, Babangida. Van der Leur en de redding van Bosker. En zo blijft het 0-0 op Kaalheide.